probably 5 or 6 questions we haven't had time to answer, and I'm going to skip over a few of them. Ik heb een stuk of 5 vragen die we nog geen gelegenheid hebben gehad om die te beantwoorden, en ik wil een paar daarvan eventjes beetpakken. But Edward had a word last week. Maar vorige week had Edward een woord. He was standing in the back. Hij stond daar achterin. And the Lord said, "There's only 5 people here that worship me with all of their heart." En de Heer zei, er zijn maar 5 mensen hier die mij aanbidden met heel hun hart. And then the Lord said to him, en toen zei de Heer tegen hem, "You're not one of them." En jij bent daar niet één van. And he was crushed. He was up here on the floor crying. En hij was er helemaal kapot van. Hij lag hier op de grond. Now Edward shared that word. Edward heeft dat woord met ons gedeeld. And a lot of people were wondering, "Gee, am I one of the 5?" En heel veel mensen vroegen zich af, ben ik één van die 5? And that's wrong thinking. En dat is verkeerde manier van denken. Why? Why? Waarom? Well, sometimes the Lord tells us something to produce an effect. Soms vertelt de Heer ons iets om een bepaald effect teweeg te brengen. Not because it's literally true. Niet omdat het letterlijk waar is. Would God lie? Zou God liegen? No. Nee. But when he told Abraham to rise up and kill his son. Maar toen hij tegen Abraham zei, sta op en dood je zoon. Did he want him to kill his son? Wilde hij nou echt dat hij zijn zoon ging doden? No. Nee. But he wanted to produce the effect in Abraham's heart. Maar hij wilde een bepaald effect teweeg brengen in het hart van Abraham. Now, I can't remember a church I've been in anywhere in the Western world recently where there's so much worship in people's hearts. En ik kan me niet herinneren dat ik in enige kerk geweest ben in de westerse wereld waar zoveel aanbidding in de harten van de mensen is als hier. As here. Als hier. I don't get proud. Maar word niet trots. But it's true, there's so much of a treasure of the Lord in your heart. Maar dat is waar, er is zoveel van die schatten van de Heer. And that word was for Edward. En dat woord was voor Edward. And Edward needs to be on his face before the Lord. En het is voor Edward nodig dat hij op zijn gezicht ligt voor de Heer. So that's how the Lord brought him to his face. En dat is de manier die de Heer koos om hem op zijn aangezicht te brengen. I have a fiance. Ik heb een verloofde. And she says, "You're the best looking man in the world." En ze zegt, jij bent de knapste man van de hele wereld. I went in the bathroom and I looked in the mirror. En ik ging naar de badkamer en ik keek in de spiegel. Saying, "What is she seeing?" En ik denk, wat ziet ze dan? That's the most ordinary face I've ever seen. En mijn gezicht is het meest gewone gezicht wat ik ooit gezien heb. I said, "Maybe her discernment's just not so good. Maybe her discernment." Misschien is haar onderscheidingsvermogen niet zo goed. Maybe she hasn't met that many men. En misschien heeft ze nog niet zoveel mannen ontmoet. See, I'm a literalist. Ik neem dingen heel erg letterlijk, hè? So I came back and I said, "Honey." Dus ik kwam terug bij haar en ik zei, liefje. I said, "Come here and look in the mirror." Kom eens even met me samen in de spiegel kijken. I said, "You see that face?" Toen zeg ik, zie je dat gezicht van mij? That's a very ordinary face. Een heel gewoon gezicht. She said, "No, that's the most handsome face in the world." Nee, zegt ze, dat is het knapste gezicht van de hele wereld. I said, "You mean this really or romantically?" En toen zeg ik, bedoel je dat nou echt? Meen je dat echt? Of zeg je dat gewoon romantisch? Now she had to switch brains, you see. Dan moest ze even van hersenhelft veranderen. She said, "Well, I love you." Toen zegt ze, ik hou toch van je? I said, "Well, I love you too." En ik zeg, ik hou ook van jou. She said, "Don't you think I'm the most beautiful woman in the world?" Toen zegt ze, vind je mij dan niet de mooiste vrouw van de hele wereld? I'm thinking of several others. En ik denk aan een paar andere vrouwen. I said, "You want a literal answer or a romantic answer?" Wil je een letterlijk antwoord of wil je een romantisch antwoord? She said, "Just tell the truth." En zegt ze, vertel gewoon de waarheid. No. Nee. I love you more than any other woman in the world. Ik hou meer van jou dan van enige vrouw op deze wereld. Through the eyes of love, you're the most beautiful woman. En door de ogen van de liefde ben je de mooiste vrouw. But I don't expect to walk down the street and have people say, "Oh, there goes the most handsome man in the world." Maar ik verwacht niet dat als ik op straat loop dat mensen zeggen, kijk, daar loopt de knapste man van de hele wereld. You're the only one that thinks that. Jij bent de enige die er zo over denkt. Well, maybe not the only one. Who thinks I'm the most handsome? Misschien niet de enige. Wie denkt dat hier nog meer? Thank you, sir. I'll see you after. Meneer, ik zal u na de dienst even spreken. Actually, I don't think very much about looks. En eigenlijk vind ik hoe je eruit ziet geen eens zo belangrijk. But when the Lord speaks something to you, it's often to produce an effect in your heart. Maar als de Heer tot je spreekt, dan is het heel vaak om een bepaald effect te bereiken in je hart. Okay, he's a romantic. Okay. I'm sorry. Hij is een romanticus. He doesn't even have two realities. Hij heeft geen eens 2 realiteiten naast elkaar. He's always romantic. Want hij is altijd romantisch.
Even when he's angry. Zelfs als hij kwaad is. There's a purity to his anger because it comes from his passionate love. Er is een zuiverheid in zijn woede, omdat het komt van die hartstochtelijke liefde die hij voelt. And it cleanses you. En het reinigt ons. It heals you. En het geneest ons. Amen. Amen. There were several people that said, you know, after hearing how far you can go in God, I'm depressed. En zijn een aantal mensen die zeiden tegen me, nu ik gehoord heb hoe ver ik kan gaan, je kan gaan in God, word ik er een beetje depri van. I feel like I barely started. En ik heb het gevoel dat ik nauwelijks begonnen ben. I feel like I'm barely saved. En ik heb het gevoel dat ik nauwelijks gered ben. It's not true. En dat is niet waar. I know people that are so far ahead of me, you wouldn't believe it. Ik ken mensen die zo ver voor mij zijn. Je zou het niet geloven. I've been at this since I was 14. I feel like I'm just starting. Sinds ik 14 ben, heb ik het gevoel dat ik nog maar net aan het beginnen ben. Now I don't wonder if I'm saved. Ik vraag me niet af of ik wel gered ben. But I'm so far behind the people I hang out with. Maar ik sta lig in vergelijking met de mensen waar ik mee omga, lig ik zo ver achter hen. You see, I'm the student. Weet je, ik ben een leerling. Now here I look like the teacher. Ik zie er hier wel uit als de leraar. But I'm the student. Maar ik ben de leerling. You see? Ziet u dat? Okay. Now, would Satan and God ever say the same thing? Zouden Satan en God ooit hetzelfde zeggen? Who says yes? Wie zegt ja? Who says no? En wie zegt nee? Is anyone asleep out there? Is anyone here today? Slaapt? Is er iemand hier vandaag? Anyone, if you're here today, if you're here today, raise your hand. Als u hier vandaag bent, wilt u dan uw hand opsteken? There are some people not raising their hand. Er zijn maar een aantal mensen die steken hun hand niet op. Okay, they're not here. Dus die zijn hier niet. Now, but listen. Luister. When I'm finished preaching, als ik klaar ben met prediken, and I'm coming down off the stage, en ik kom hier van het podium af, sometimes I hear a voice. Dan hoor ik soms een stem. Boy, you were great. Jongen, jij hebt het goed gedaan. Is that you, Lord? Bent u dat hier? Yes, son. Ja, zo. Thanks, Papa. Dank u, Vader. Is that you, devil? Bent u dat duivel? Ja. Ja. Get out of here. Get out of here. Oh, ga weg. Maak dat je wegkomt. Don't say the same thing. Ze zeggen hetzelfde. But for totally different reasons. Maar voor hele andere redenen. The Lord wants to encourage me. De Heer wil me bemoedigen. And the devil wants to lift me up. En de duivel die wil mij. Because if you get proud, you're on the way down. Want als je trots wordt, dan ben je op weg naar beneden. Now, when will pride stop whispering to you? Wanneer zal de trots ophouden om tegen je te fluisteren? Never. Nooit. The first time I ever confessed my sins in public. De eerste keer dat ik mijn zonden in het openbaar beleed. On the way back to my car. Toen ik terugliep naar mijn auto. The Lord put his arm around me. Legde de Heer zijn hand om me heen. And he said, that was so rich. En hij zei, dat was zo rijk. That was so deep. Het was zo diep. How many men do you know that would be willing to humble themselves like that? Hoeveel mannen ken jij die bereid zouden zijn zichzelf zo te vernederen als jij gedaan hebt? There's probably no one so humble as you. Er is waarschijnlijk niemand zo nederig als jij. Ah! I thought that was the Lord at first. Ik dacht eerst dat de Heer was. You can get proud of your humility. Je kan trots worden op je nederigheid. There isn't anything the devil can't tempt you to get proud about. Er is niet iets wat de duivel niet kan gebruiken om je trots te maken. But it's poison, run from it. It's poison, you have to run from it. Het is vergif, je moet ervan wegrennen. I'm so far behind the people I hang out with. Maar ik sta lig in vergelijking met de mensen waar ik mee omga, lig ik zo ver achter hen. You see, I'm the student. Weet je, ik ben een leerling. Now here I look like the teacher. Ik zie er hier wel uit als de leraar. But I'm the student. Maar ik ben de leerling. You see? Ziet u dat? Okay. Now, would Satan and God ever say the same thing? Zouden Satan en God ooit hetzelfde zeggen? Who says yes? Wie zegt ja? Who says no? En wie zegt nee? Is anyone asleep out there? Is anyone here today? Is er iemand hier die slaapt? Is er iemand hier vandaag? Anyone, if you're here today, if you're here today, raise your hand. Als u hier vandaag bent, wilt u dan uw hand opsteken? There are some people not raising their hand. Er zijn maar een aantal mensen die steken hun hand niet op. Okay, they're not here. Dus die zijn hier niet. Now, but listen. Luister. When I'm finished preaching, als ik klaar ben met prediken, don't ever marry a person only. Trouw nooit alleen met een persoon. Marry the Lord in them. Trouw met de Heer in die persoon. And you girls, you young girls. Meisjes, jonge meisjes. When a boy says, I want to marry you. Als een jongen tegen je zegt,
wil je met me trouwen? You say, well, I want to marry God. Dan zeg je, ik ga met God trouwen. And when you get enough God in you, I'll marry you. En als jij genoeg God in jou hebt, dan zal ik met je trouwen. Because I'll marry both of you. Want ik wil met jullie allebei trouwen. But not just one. Maar niet één van de twee. And you'll live with the Lord. En je zal leven met de Heer. Can it really be true? Kan dat nou echt waar zijn? Am I just talking crazy thoughts? Praat ik nou over een waanzinnige liefde? No. Nee. It all depends on how much you dare go into love. Het hangt helemaal af van hoe ver je durft te gaan in de liefde. It takes courage. En daar is moed voor nodig. Because we always want to save ourselves. Want we willen altijd onszelf redden. So find the courage. Dus je hebt moed nodig. To love with all of your heart. Moed om lief te hebben met je hele hart. So. The most powerful force in the world is not fear. De meest krachtige kracht in de wereld is niet angst. There is a force that always hopes, always believes. Er is een kracht die altijd hoopt, altijd gelooft. A force that never fails. Een kracht die nooit teleurstelt en nooit faalt. What is it? Wat is het? Huh? Now we don't really believe that. Nou, dat geloven we niet echt, hè? We believe fear is more powerful. We geloven dat angst krachtiger is. Because we obey fear. Omdat we angst gehoorzamen. We're wrong. Dat is verkeerd. In fact, we waste our lives serving fear. We verspillen ons leven terwijl we de angst aan het dienen zijn. Can God be stopped? Kan God gestopt worden? Kan hij tegengehouden worden? Yes. Ja. He's actually stopped most of the time. Hij wordt heel vaak juist tegengehouden. In most ways. In allerlei verschillende manieren. He is the head of the body. Hij is het hoofd van het lichaam. But he has a paralyzed body. Maar hij heeft een lichaam wat verlamd is. He asks us to do something and we don't do it. Hij vraagt ons om iets te doen en we doen het niet. Because we're not joined to the head. Omdat we niet gekoppeld zijn, niet verbonden zijn met het hoofd. Everything he ever wanted to say to Israel, Israel missed. Alles wat hij ooit geprobeerd heeft om tegen Israël te zeggen, heeft Israël gemist. Ze hebben het niet gehoord. But you see, I was just consumed with the power of love. Maar hij was altijd vervuld, verteerd door de kracht van liefde. And the Father came to me one day and asked me a question, and I'm going to ask it to you. En op dag kwam de Vader tot mij en hij stelde mij een vraag. En die vraag ga ik ook vanmorgen aan u stellen. Can love be lost? Kan de liefde kwijtgeraakt worden? How many say yes? Hoeveel zeggen ja? How many say no? Hoeveel zeggen nee? Okay, mostly yes. De meeste zeggen ja. Almost all the love in the world. Bijna alle liefde in de wereld. All of which comes from God originally. Alles wat oorspronkelijk bij God vandaan komt. Is lost. Wordt kwijtgeraakt. Gone. Is weg. It's like water poured on the sand. Het is als water wat uitgestort wordt over het zand. How can this be? Hoe kan dat nou gebeuren? I'm going to tell you how this can be. En ik ga u vertellen hoe dat komt. Back in the early 1920s, 1930s. Toen het 1920, 1930 rond die tijd. In Amerika. In Amerika. We had the best medicine in the world. Hadden we het beste medicijn van de hele wereld. At least we thought so. Dus dat dachten we. You know how Americans are. Je weet hoe Amerikanen zijn. And the doctors were encouraging all the women to come to the hospital to have their babies. En de dokters die moedigden alle vrouwen aan om naar het ziekenhuis te komen om daar hun baby's te krijgen, om daar te bevallen. But the babies were dying by the thousands. Maar de baby's gingen dood met duizenden tegelijk. Sometimes 25% of the babies born in a hospital died. Soms stierf 25% van de baby's die in het ziekenhuis geboren waren, die stierven. And they boiled everything. Everything was germ-free. En alles werd gekookt en alles werden de bacteriën afgehaald. They took the best care of the babies they knew how. Ze zorgden op de best mogelijke manier voor die baby's. They wrapped them up and put them under warm lights. Ze deden dekjes overheen en zetten ze onder warme lampen. And feed them perfectly balanced formula. En ze gaven een heel goed gebalanceerd voedsel. Loving them in every way possible. Ze hadden ze lief op wat voor manier je ook maar kan bedenken. And they were dying. Maar ze stierven.
And every year when the doctors got together at the conventions. En ieder jaar als ze zo'n conventie hadden en de doktoren kwamen samen. This was the number one topic. Why are the babies dying? Dit was het belangrijkste onderwerp waar ze over spraken. Hoe komt dit? Well, we have to adjust the temperature. We moeten de temperatuur een beetje bijregelen. A little warmer, a little cooler. Klein beetje warmer, klein beetje kouder. Change the formula. We moeten de samenstelling van het voedsel een beetje wijzigen. And it didn't matter, the baby is still dying. Maar het maakte niet uit, de baby's gingen dood. But one doctor said, you know, babies aren't dying in my hospital. En toen was er ineens een dokter die zei, maar bij mij in het ziekenhuis gaan de baby's niet dood. And they looked at him. En ze keken hem aan. Is he lying? Is he telling the truth? Liegt hij nou of is dat waar? What are you doing differently? Wat doe je dan anders dan wij? Nothing. Niks. I'm doing exactly the same thing you're doing. Ik doe precies hetzelfde wat jullie doen. So about 15 or 20 doctors went to his hospital. Dus 15, 20 dokters gingen naar zijn ziekenhuis. And they followed this guy around every day. En ze liepen iedere dag met deze man mee. Watching everything he did. Keken naar alles wat hij deed. He must be doing something different. Hij moet iets anders doen dan wij. But they couldn't see what it was. Maar ze konden niet vinden wat het was. But the babies weren't dying. Maar de baby's gingen niet dood. So all the doctors got frustrated and went back home. Dus alle dokters waren gefrustreerd en gingen weer naar huis. Except one. Behalve één. He couldn't stand going home without finding hij out the secret. Kon het gewoon niet aan om naar huis te gaan zonder dat hij ontdekt wat nou het verschil was. So he sat there in the room where they keep the babies. Dus hij zat daar in die kamer waar die baby's lagen. And he just watched. En hij keek om zich heen. Day after day. Dag na dag. And there was nothing they were doing to the babies different. En er was niets wat ze anders deden bij die baby's dan bij hem. But the babies were living. Maar de baby's leefden. Drove him nuts. Hij werd er hartstikke gek van. Because he loved. Want hij had lief. It took him about 4 days. Het duurde 4 dagen. We're slow. Wij zijn niet zo snel. But he notices this old big fat black woman. En toen zag hij die oude dikke zwarte dame. She wasn't a nurse. Ze was geen verpleegster. She was always cleaning the floors. Ze was altijd bezig om de vloer te dweilen. You know, but she was happy. She's. Ze was blij. She's humming and singing. Ze was heel aan het zingen en aan het neurien. And every time she went by the babies. En iedere keer als ze bij zo'n baby voorbij liep. She'd reach in and rub their backs. Dan deed ze zijn hand in het bed en dan wreef ze over hun rug. Or picked them up and sing to them. Of ze pakte ze op en ze begon zo een beetje tegen ze te zingen. And put them back in. En dan zette ze weer terug in het bedje. And go clean the floor. En dan ging ze weer verder om de vloer schoon te maken. And this guy who's a scientist, you know. En deze man, deze wetenschapper. This couldn't be it. Dat kan het toch niet zijn. We are that dumb. Zo stom zijn we. We really are that dumb. Zo stom zijn we echt. See, a baby doesn't care too much about the temperature. Weet je, die baby dat maakt de temperatuur maakt niet zoveel uit, hoor. He doesn't care too much of the formula. It's perfect. En de precieze samenstelling van het voedsel maakt die baby ook niet zoveel uit. But when he's inside of you for 8 months. Maar als hij binnen in jou geweest is 8 maanden lang. I mean, you can't get closer than that to be near your mother's heart. Je kan niet dichter dan bij je moeders hart komen dan daar. And you're always moving. En je bent altijd in beweging. You can always hear your mother's heart beating. En je hoort altijd het kloppen van het hart van je moeder. You always hear the conversations. Je hoort altijd die gesprekken die gaande zijn. And you come out of there. En dan kom je daaruit. And they put you in a room that's quiet. En dan zetten ze je in een kamer waar het stil is. And still. En heel erg rustig. See, a baby is all spirit. Een baby is helemaal geest. And he's laying there. En hij ligt daar. Abandoned. Verlaten. Now he doesn't know that his mother is just 2 rooms away loving him. En hij weet niet dat zijn moeder 2 kamers verder ligt en ontzettend veel van hem houdt. He doesn't know that the doctors out of love have done all this for him. En hij weet ook niet dat die dokters uit liefde al die dingen voor hem gedaan hebben. He doesn't understand that. Dat begrijpt hij niet. Because he doesn't have a mind. Want hij heeft geen verstand. He is spirit. Hij is geest. So he decides. Dus hij besluit. In his heart. In zijn hart. I don't want to be here. Hier wil ik niet zijn. And it's as if it's as if there was a row of 10 switches across his chest. Het is alsof er een rijtje met 10 schakelaars zou over zijn borst zitten. And he begins to reach up and click them off. En hij begint 1 voor 1 die schakelaars om te zetten. I don't want to be here. Ik wil hier niet zijn. I don't care what they say. Maakt me niet uit wat ze zeggen. I won't live in a world without love. Ik wil niet leven in een wereld zonder liefde. And he
keeps clicking out the switches. Ja, iedere keer gaat er weer zo'n schakelaar. And some of them get all the way over. En sommigen die gaan helemaal naar beneden. And they die. En dan gaan ze dood. Perfect temperature. Perfecte temperatuur. Perfect food. Voedsel helemaal perfect in orde. But it's not what they need to live on. Maar dat is niet wat ze het meeste nodig hebben om te leven. And some of them only get half their switches shut off. En sommigen doen maar de helft van die schakelaars naar beneden. Before they go home. Voordat ze naar huis gaan. So now they go home with half their switches off. En dan gaan ze naar huis, maar de helft van die schakelaars staat wel om. And sometimes if they're really loved well. En soms als ze echt heel erg lief gehad worden. They begin to turn their switches back. Dan gaan ze die schakelaars weer terugzetten. And they say, oh, I want to be here. En dan zeggen ze, ik wil hier echt zijn. But if they're not loved well. Maar als ze niet goed lief gehad worden. They never turn any more switches back on. Dan zullen ze die schakelaars niet terugzetten. They're only half alive. Dan zijn ze maar half levend. Ever looked in someone's eyes and it looks like they're only half there? Heeft u wel eens iemand in zijn ogen gekeken en gezien dat ze er eigenlijk maar voor de helft zijn? How many people have done that? Wie heeft dat wel eens gezien? Yeah, almost all of us. Bijna allemaal. They were only half there. Ze waren maar voor de helft. Half of them decided they don't want to be here. En de helft besloot dat ze er niet wilden zijn. So half of them is already gone. Dus de helft is al weg. Can a baby make these powerful decisions? Kan een baby dat soort belangrijke, krachtige beslissingen nemen? Yeah. Yeah. And guess what? En weet je wat? We're big babies. Wij zijn grote baby's. We are. Zijn, echt waar, zijn we. And our spirit still says the same thing. En onze geest zegt nog steeds hetzelfde. I don't care what they say. Maakt niet uit wat ze zeggen. I won't live. Maar ik wil niet leven. In a world without love. In een wereld zonder liefde. So we shut down. Dus we stoppen. Yeah. Now is this a bathroom break or did I offend someone? Picking up the babies. Oh, they're gone for the babies. We can't the babies, they love them. Gaan de baby's halen. Good. What does that mean? What does that mean? That it's 12 o'clock? Yeah, I don't know what that means. That they have to pick up the babies and take them here. Okay. Tice, what's the best time to finish? I'm never done. Well, this isn't an answer I can work with. Literally. About 12. I just got started. Hij is verbaasd dat we om 12 uur ophouden, want hij is net begonnen. Anyway. In ieder geval. I can't save it for tonight. I have something else for tonight. Ik kan het niet bewaren tot vanavond, want vanavond heb ik weer wat anders. I'll cut a lot of stories out. Ik zal heel wat van mijn verhalen weglaten. Okay. Okay. But we're big babies. Maar wij zijn grote baby's. Has anyone here ever been loved too much? Is er hier iemand die ooit te veel is lief gehad? One hand. Eén hand. I'll see you afterwards. Ik wil je graag na de dienst even spreken. Whoever you know, I want to know them too. Want ik wil graag weten wie dat gedaan heeft. En die wil ik ook kennen. I'd like to be loved too much. Ik zou ook graag te veel lief gehad willen worden. I went to Haiti. Ik ben naar Haiti geweest. Years and years ago. Jaren geleden. It's so poor you wouldn't believe it. Het is daar zo arm, je kan het niet geloven. They serve the devil. Ze dienen de duivel. The children don't know who their fathers are. De kinderen weten niet wie hun vaders zijn. The women sleep with so many men, they don't know who their fathers are. De vrouwen slapen met alle mannen, ze hebben echt geen idee wie de vader van hun kinderen zijn. There are no toys. Zij is geen speelgoed. No shoes. Geen schoenen. No school for most of them. Geen school voor de meeste van hen. And almost nothing to eat. En bijna niks te eten. And I was in shock. En ik was geschokt. Not at the poverty. Niet door de armoede. But you walk up to these kids and look in their eyes. Maar je loopt naar die kinderen toe, je kijkt in hun ogen. All their switches are on. En al die schakelaars staan omhoog. They were 20 times happier than any American kid I ever saw. Ze waren 20 keer gelukkiger dan wat voor Amerikaans kind dat ik ook ken. We have computers, we have Nintendo, we have multiplex cinemas, we have everything. We hebben grote theaters, bioscopen met weet ik wat allemaal. And American kids are bored. En de kinderen in Amerika zijn verveeld. I've never seen a bored kid in Haiti. Ik heb nog nooit een kind in Haiti gezien dat verveeld is. They were happy. Ze waren blij.
I said, Lord, I don't care about the devil and everything else. Tell me what's going on here. This is a shock. Ik zeg, hier, de duivel, dat kan me maar niet schelen. Maar ik wil weten wat hier aan de hand is, want ik ben geschokkeerd. And he said, find a baby that's just laying down. En hij zegt, zoek een baby die daar gewoon ligt. I couldn't. En die kon het niet vinden. There aren't any. Er zijn geen baby's die gewoon liggen. There's five older sisters. Er zijn vijf oudere zussen. They're all little mothers. Ze zijn allemaal kleine moedertjes. Baby's always on the hip. En de baby's die dragen ze op hun heup. The little kids have little kids on their hips. En de kleine kinderen hebben nog kleinere kinderen op hun heupen. Everybody is touched 24 hours a day. Iedereen wordt 24 uur per dag aangeraakt. There's 10 in the bed. Er zitten er 10, met z'n 10 liggen ze in één bed. They curl up like kittens. En ze rollen op als kleine katjes over elkaar. You're never alone. Je bent nooit alleen. They're happy. Ze zijn gelukkig. Because they got what they needed the most. Wat ze hebben, wat ze het allermeeste nodig hebben. Now there's no TV, there's no toys, there's no father. Nee, er is geen televisie, er zijn geen speeltjes, er zijn ook niet. But they're touched and cuddled and loved. Maar ze worden de hele dag lief gehad en aangeraakt. From the moment they're born. Vanaf het moment dat ze geboren zijn. And I started wondering who's the rich country and who's the poor country. En ik begon me af te vragen, wat is nou het rijke land en wat is nou het arme land? I said, gee, I wish I was born in Haiti. En ik zei, ik wou dat ik in Haiti geboren was. And you go back to America and no one touches each other. En je gaat terug naar Amerika en niemand raakt elkaar aan. It's the rule, you know. Dat is de regel, hè? I don't know who made the rule. Ik weet niet wie die regel gemaakt heeft. But it's the rule. Maar dat is de regel. So, anyway, the Lord started talking to me. He talked to me for several years. Dus de Heer begon tot mij te spreken. Hij sprak een aantal jaren tot mij. About how love is lost. Hoe de liefde kwijtgeraakt is. My mother. Mijn moeder. Oh, does my mother love? Mijn moeder die weet hoe je moet liefhebben. Okay. If you knock on my mother's door. Als je op de deur van mijn moeder klopt. She will not ask you what you want. Niet vragen wat je wilt. Hi, how are you? Hey, hoe gaat het met je? Come in, come in. Let me get you. Kom binnen, kom binnen, kom binnen. Let me get you something to eat. Laat ik je even iets te eten geven. So you come in and you sit down. Je komt binnen, je gaat zitten. She doesn't ask you what you want. Ze vraagt niet wat je wil. Can I get you a roast beef sandwich? Wil je een boterhammetje met roastbeef? Tea and cookies? Thee en koekjes? This is my mother. Dat is mijn moeder. Okay, which is nice. En dat is not, you think she was Italian or something. Je zou denken dat ze Italiaans was. But it's irritating to me. What? Growing up, this is very irritating to me. Maar toen ik opgroeide, begon ik dat steeds irriterender te vinden. Here's a normal conversation between me and my mother that happens two or three times a day. Dit is een normale gesprek tussen mijn moeder en ik, dat gebeurt een paar keer per dag. Still, I'm 51, it still happens. Ik ben 51, het gebeurt nog steeds. I walk in the door. Ik klop op de deur. Doesn't matter how long I've been gone. Het maakt niet uit hoe lang ik weg geweest ben. Hi, honey, are you hungry? Hey, jongen, hoe is het ermee? Heb je honger? No, mom, I just ate. Nee, mam, ik heb net gegeten. How about a sandwich? Wil je een boterhammetje? No, thanks, mom, I'm full. Nee, mam, ik zit hartstikke vol. We've got some salad left over. Ik heb nog wat slaatje over van gisteren. Mom, I'm not hungry. Mam, ik heb geen trek. Okay. Okay. How about some lasagne? Wil je wat lasagne? No, I'm serious. This is my mother. Nee, ik ben echt. Dit is mijn moeder. Now, my mother's a wise woman. En mijn moeder is een hele wijze vrouw. She's smart. Ze is slim. What part of mom, I'm not hungry, does she not understand? Wat voor stukje van mam, ik heb geen honger, begrijpt ze nou niet? So after our 50,000th conversation like this. Dus nadat we 50.000 keer hetzelfde gesprek gehad hebben. You see, food to me was fuel. Voedsel voor mij, dat is brandstof. Have you ever seen a car race where they pull into the pit? Heb je wel zo'n autowedstrijd gezien waar zo'n auto de pit ingaat? Fill in the fuel. En dan stoppen ze naar die brandstof. Feel out. En dan woep, dan gaat hij er weer vandoor. That was me. Dat was ik. I was the race car version. Ik was de raceauto. If something's on the counter, I'll take it and eat it on the way back to work. I didn't sit down. Als er iets op de tafel staat, dan pak ik het mee terwijl ik op weg naar mijn werk ben. Ik eet het onderweg op. Food was fuel. Voedsel is brandstof. The faster I can eat and get back to the really important stuff, the better. Hoe sneller ik eet en met het echt belangrijke bezig kan zijn, hoe beter het voor me is. So here's my mother. Hier komt mijn moeder. Lasagne, honey. Wil je lasagne, liefje? How long does it take? Hoe lang duurt het? 15 minutes. 15 minuten? No thanks, ma. Nee, mam. Gotta go. Ik moet er vandoor. So after about our 50,000th frustrating conversation. Nadat we 50.000 keer frustrerend dit gesprek gehad hebben. I'm walking back to my truck. Loop ik terug naar mijn truck, mijn vrachtwagen. Honey, can I fix you something to take with you? Liefje, kan ik iets voor je klaarmaken wat je mee kan nemen? Boterhammetje voor onderweg. Ma, no. Nee, mam. I'm thinking, what's wrong with this woman? En ik denk, wat is er met dat mens aan de hand?
And the Lord said the same thing. En de Heer zei precies hetzelfde. Except he said, what's wrong with you? Maar hij zei, wat is er mis met jou? Wat is er met jou aan de hand? I said, Lord, my mother's smart. Why does she keep doing this? Mijn moeder, waarom doet ze dat? He said, you're the stupid one. En toen zei de Heer, jij bent de stomme van de twee. Your mother's not offering you food. Je moeder biedt je geen voedsel aan. Lord, 50,000 conversations about food. Here she is. Al 50,000 keer hebben we over dat eten gepraat en nu weer. No, she's saying I love you. Nee, ze zegt ik hou van je. I said, Lord, she's not saying I love you. Ik zeg, hier, ze zegt helemaal niet ik hou she's van. She's driving me crazy with this food stuff. Ze maakt me hartstikke gek met haar iedere keer over eten te praten. Beloved younger brother. Geliefde jongere broer. Oh stupid one. Oh domme. She's saying I love you. Ze zegt ik hou van je. I said, Lord, food isn't love. En ik zei, Heer, voedsel is niet liefde. Not to you. Voor jou niet. But when she's making something. Maar als ze het aan het klaarmaken is. She's putting her heart into it. Dan legt ze haar hart daarin. She makes that sandwich with love. Ze maakt dat boterhammetje met liefde klaar. I said, yeah, I've watched her. Ja, ik heb gezien dat ze dat deed. And then you eat it like. En dan eet je het zo in één keer op. And she's watching you eat. En ze kijkt terwijl je zit te eten. It was like. Weg. She said, you're wasting all of her love. En jij gooit al haar liefde zomaar weg. So I'm driving away in my truck. Dus ik rijd weg in mijn vrachtwagen. He said, now the next time you go over and she says, honey, are you hungry? En de volgende keer zei de Heer, als je weer bij je moeder komt, ze zegt, liefje, heb je honger? Just say, I love you too, ma. En ze zegt gewoon, mam, ik hou van u ook. So I did. En dat heb ik gedaan. Honey, are you hungry? Jongen, heb je honger? I love you too, ma. Mam, ik hou ook van u, hoor. Oh, and she gave me a hug. En ik kreeg een omhelzing van haar. Oh, I thought I knew this woman. En ik dacht dat ik haar kende. But I was dumb. Maar ik was stom. You see, we speak different languages. Want we spraken een verschillende taal. And if she's saying I love you. En als zij zei, ik hou van je. In a way I don't hear it. Op een manier die ik niet kan horen. It's lost. Dan is het verloren, kwijt. How many people here want their love to be lost? Hoeveel mensen hier willen dat jullie liefde verspild wordt? No. Niemand, hè? How would you like every ounce of your love to be received by the other person? Hoe zou je willen dat ieder ons, ieder grammetje van je liefde ontvangen wordt? There's a way to lose not one drop of love. Er is een manier waarop je niet één druppeltje van die liefde kwijt zal raken. You learn to speak their language. Te leren de taal van de ander te spreken. Now. I think, well, this is just a nice socialism, you know, this is... Misschien denkt u, ja, dat is leuk, een beetje socialisme, hè? And I got pulled into a vision one day. Maar op een dag werd ik in een visioen getrokken. And I roared up to a Burger King in my work truck. En in die visioen kwam ik bij een Burger King in mijn vrachtwagen. Now, I never order anything special, because it takes an extra 60 seconds. En ik bestel nooit iets speciaals, want dan moet ik 60 seconden langer wachten. In fact, I walk up to the counter, and I just see what's already hot under the light. En als ik daar bij de toonbank kom, dan kijk ik wat er al onder die lampen ligt, wat ik zo mee kan nemen. I said, just give me that. I don't even need a bag. En dus ik geef me dat, maar ik hoef geen tasje te hebben. And I'll eat it before I hit the door of the restaurant. I didn't even sit down. Ik heb het al op voordat ik de deur van het restaurant weer uitloop. Did you say you're like this? Ben je ook zo? Yeah, bad too. Okay. Je bent ook slecht. Ja. So I just finished this Whopper. Dus ik had net die Whopper van Burger King gegeten. Coming out the door. En ik loop de deur uit. And who's standing between me and my truck? En wie staat tussen mij en mijn vrachtwagen in? The Lord Jesus. De Heer Jezus. He said in a painfully slow voice. En hij zei het in een pijnlijk langzame stem. Hi. Hi. I said hi, Lord. Ik zei dag hier. And I'm going to my truck, you know. En ik loop naar mijn vrachtwagen toe. And he stepped right in front of me. En hij stapt pal voor me. And stopped me. En hij stopt me. Now, you have to understand, I'm going like 80 miles an hour. En je moet begrijpen, ik ga 100 km per uur. I've got three crews working. Want ik heb drie ploegen aan het werk. I'm gonna get to bed by midnight and I won't have everything done. I'm voor 12 uur in bed liggen en ik wil alles gedaan hebben wat ik moet doen. I was always a high energy guy. Ik was altijd iemand met heel veel energie. So he stepped in front of me and stopped me. Dus hij ging voor mij staan en hield me tegen. And in a painfully slow voice. En een pijnlijk langzame stem. He said, "How was lunch?" Zegt hij tegen me, "Hoe was je lunch?" I said, "Fine, Lord," and I started to step around. En ik probeerde om hem heen te lopen. I have to get back to work, you know. En ik moet weer aan het werk, hè? And he stepped in front of me again. En hij ging weer voor me staan. He said, "What did you have?" En hij zegt, "Wat heb je gegeten?"
What did I have? Wat ik gegeten heb. Now listen, I still had the mayonnaise on my mouth and I couldn't remember what I just had. Ik had de mayonaise nog om mijn mond heen zitten, maar ik kon me niet meer herinneren wat ik nou gegeten had. Because I didn't care what I had. Want het kon me niet schelen wat ik had. I'm not hungry anymore. Ik ben gewoon niet meer hongerig en daar gaat het om. Fill the hole, that's the job. Ik heb het gat gevuld en daar ging het om. You understand? Begrijpt u wat ik zeg? I had to stop and think, what did I have? It's like 10 seconds ago. I don't remember. Ik moest echt eventjes nadenken van, wat heb ik nou 10 seconden geleden gegeten? So I said, a Whopper. I had a Whopper hamburger. And I started to step around him. En ik probeerde weer om Jezus heen te lopen. And he stepped right in the front again. En hij ging weer voor me staan. He said, what did you have on it? En zei, en wat had je erop? I gotta get to work. What do you mean? What did I have on it? Hoe bedoelt u wat had ik erop? Ik moet aan mijn werk. What did you have on it? Maar wat heb je er? Oh, dat zat erop. Lettuce, pickles, tomatoes, mayonnaise. Beetje sla, beetje komkommer of noem je dat? Augurk. And I started tomaten. To step around him again. En ik probeerde weer om hem heen te lopen. And he stepped in front of me again. En hij ging weer voor me staan. And you know what he said? En weet je wat hij zei? How was the tomato? Hoe smaakte de tomaat? Do you think I tasted that tomato? Denk je nou echt dat ik die tomaat geproefd heb? No. Nee. I said, Lord, it was fine. Het was lekker. Let me go, please. I gotta get back to work. Mag ik alsjeblieft gaan? Ik moet aan mijn werk. I'll wait till the kids settle down, so I have your attention. Dan zitten, dan kunt u uw aandacht weer erbij krijgen. So well, anyway, his whole mood changed. Maar in ieder geval zijn hele bui veranderen. And he got upset. En hij werd boos op me. I don't like it when he gets upset. En ik hou er niet van wanneer hij boos op mij wordt. But he grabbed my shirt. Hij pakte me beet bij mijn shirt. And he pulled me right up like a drill instructor. En hij trok me naar zich toe zoals zo'n drillsergeant. And he said, I made that tomato for you. En hij zei, ik heb die tomaat speciaal voor jou gemaakt. To enjoy. Om er plezier van te hebben, ervan te genieten. And you did not enjoy it. En jij hebt het niet genoten. Don't ever eat a tomato like that again. Zal je nooit meer op die manier een tomaat eten? And I staggered to my truck. En ik struikelde min of meer naar mijn vrachtwagen toe. I said, don't tell me the Lord cares about a tomato. En ik dacht, gaat me toch niet vertellen dat de Heer iets geeft om een tomaat. He's like my mother. Hij is net als mijn moeder. And I sat in that truck. En ik zat in mijn vrachtwagen. And I think, you know, I'm 30 years old. En ik denk, ik ben 30 jaar oud. I've eaten food all my life. Ik heb mijn hele leven gegeten. I've never really said thank you for it. Ik heb nog nooit echt dankjewel gezegd voor het eten. I mean, we say yes, Lord, thank you for the food. En ik zeg, ja, dankjewel hier voor het eten. But I just wanted to eat it. I didn't want to, you know, get into this all grateful business. Ik wil gewoon eten. Ik wil niet in dat hele gedoe van zo dankbaar zijn en zo. Daar wil ik helemaal niks mee te maken hebben. Because food did not mean love to me. Want voedsel betekende voor mij geen liefde. But it means love to the Lord. Maar voor de Heer is het wel. He gave us everything richly to enjoy. Hij heeft ons alles overvloedig gegeven om ervan te genieten. And if we don't enjoy the tomatoes, we're despising the Lord. En als we niet genieten van de tomaten, dan verwerpen we de Heer. So every time I have a salad with a tomato in it. Dus iedere keer als ik een salade eet met tomaten erin. I still slow way down on the tomatoes. Dan ga ik altijd heel langzaam. Als de tomaat komt, eet ik langzamer. And I richly enjoy those tomatoes. En ik geniet enorm van die tomaatjes. And I say thank you, Lord, in my heart. En ik zeg dank u Heer in mijn hart. He says you're welcome. En dan zegt hij geen dank. He feels received. Want hij voelt zich ontvangen. He had been saying I love you with food for 30 years and I never heard it once. 30 jaar lang tegen mij gezegd met voedsel. Ik hou van je. Ik heb het nooit één keer gehoord. I know that you didn't know the Lord was Italian, but he is. Ik weet dat u niet wist dat hij Italiaans is, maar dat is hij wel. In America. In Amerika. For over 150 years. Meer dan 150 jaar. Men were taught. Is het aan de mannen onderwezen? If you really love your wife, als je echt van je vrouw houdt, you'll work as hard as you can, dan zal je zo hard werken als je maar kan. To buy her the best things you can. Om haar de beste dingen te kopen die je maar kan. So men didn't work 40 hours. Dus de mannen die werkten niet 40 uur. They worked 60 and 70 hours. Ze werkten 60 of 70 uur.
To buy more stuff for their wives. Om meer spullen te kopen voor hun vrouwen. How many wives do you think felt loved? Hoeveel van die vrouwen denk je dat zich werkelijk lief gehad voelden? None. Wie voelde zich geliefd? Niemand. They were home alone without their husbands. Ze waren alleen thuis en die echtgenoot die was er niet. Honey, do you have to be at work so much? Liefje, moet je dan echt zoveel werken? Yes. Ja. Because he's thinking, I'm loving my wife. Want hij denkt, ik heb zo op die manier heb ik mijn vrouw lief. And she's feeling abandoned. En zij voelt zich verlaten. A wife doesn't need a bigger car, I'm sorry. Die vrouw die heeft echt niet die grotere auto nodig, spijt me. She needs you. Ze heeft jou nodig. Otherwise she would have married a car. Anders was ze wel met een auto getrouwd. Listen. Luister. 150 years, most of the love in America was lost. 150 jaar lang was de meeste liefde in Amerika verspild. Men with right hearts devoting themselves to their jobs to say I love you. Mannen met een goed hart die zich toewijden aan hun werk om tegen vrouw te zeggen dat ze van haar hielden. And their wives not only felt not loved. En de vrouwen voelden zich niet alleen niet geliefd. They felt abandoned. Ze voelden zich verlaten. My husband really doesn't love me. He's never here. Mijn echtgenote houdt, mijn man houdt echt niet van me. Hij is nooit thuis. Different languages. Twee verschillende talen. And it was all lost. En het werd allemaal verspild. How many people understand what I'm saying? Hoeveel mensen hier begrijpen wat ik zeg? Okay. So I have three sons. Dus ik heb drie zonen. And every time they'd be going out of the house, I'd say, I love you, Ben. En iedere keer als ze het huis uitgaan, dan zeg ik, ik hou van je, Ben. Okay, Dad. Okay, Dad. Love you, Joel. Ik hou van je, Joel. Okay, Dad. Is goed, opa. Love you, Daniel. Ik hou van je, Daniel. Thanks, Dad. Dankjewel, pa. No, I really meant it. En ik meen het echt. And they're giving me these flat responses. En ik krijg die rare antwoorden terug. What's wrong with these boys? Wat is toch mis met die jongens? Guess what? Weet je wat er aan de hand is? They don't hear love in their ears. Ze horen in hun oren niet liefde. Hey Dad, you want to play football? Hey pa, wil je gaan mee voetballen? Nah, I ain't got time, man, but I love you. Ik heb geen tijd hoor, maar ik hou van je. Well, that's very understandable to me. Het is heel begrijpelijk voor mij. They don't get it. Maar zij snappen het niet. But if I go out and play football with them. Maar als ik met ze mee naar buiten ga en ga voetballen met ze. They feel loved. Dan voelen ze zich geliefd. I don't have to say I love you. Ik hoef dan niet meer te zeggen ik hou van je. But when we're wrestling and throwing things at each other. Maar als we beginnen te stoeien en dingen naar elkaar toe lopen te gooien. Strange as it is, they take that as love. Zo raar als dat mag klinken, dat zien zij. Ze weten dat dat liefde is. Kids don't live on words. Kinderen hebben niet woorden nodig. Daar hebben ze niks aan. Daddy, will you push me on the swing? Pa, wil je me duwen op de schommel? I haven't got time, honey, but I love you. Ik heb geen tijd, jongen, maar ik hou van je. Words don't do it. Woorden kunnen het niet doen. How stupid am I? Hoe stom ben ik? I'm gonna tell you. Ik zal het je vertellen. So I got three sons. Dus ik heb drie zonen. And the oldest one was so big. En de oudste was zo groot. Middle one was so big. Middelste was zo groot. And the younger one was the same size. En de jongste was net zo groot als de middelste. Well, the older one and the younger one. De oudste en de jongste. They both looked like healthy plants. Zien eruit als gezonde planten. Flowering. Bloemen. And my middle son was kind of drooping. En die middelste die zag er niet zo goed uit. Like he hadn't been watered in a long while. Net alsof een plantje die een tijd geen water heeft gehad. I'm looking at them and I say, what's wrong? En ik kijk hem en ik zeg, wat is er met je aan de hand, jongen? I love them all the same. Ik hou van hen allemaal evenveel. But the middle one, he didn't look loved. Maar de middelste zag er niet geliefd uit. So every night we used to lay in bed together. Dus iedere avond lagen we samen in bed. On our backs and I'd hold up a book and read a story. Op onze rug en dan had ik het boek zo vast en dan las ik een verhaaltje voor. And I thought, well, you know, I'll sleep in Joel's bed every night for a few weeks and he'll feel more loved. En dan dacht ik, weet je wat? Ik ga een paar weken lang ga ik bij Joel in bed slapen en dan liggen we samen naast elkaar. So it's winter time. Dus het is in de winter. I said, Joel, can I sleep with you? En ik zei, Joel, kan ik bij jou in bed? Sure, Dan. Tuurlijk, pa. And he had this. Pajamas. I don't know if they sell them here. It's polyester. It's horrible. Ze hadden van die polyester pyjama's. Ik weet niet of die nog bestaan. Het is rotspul. We call them bunny suits. They have a big zipper. We noemen ze konijnenpakken. Ze hebben zo'n rits hebben ze hier. And rubber feet. En ze zitten rubberen voetjes aan. Do they have them here? Hebben ze die hier? They're horrible.
Ze zijn verschrikkelijk. I hate polyester. Ik hou niet van polyester. Makes your skin itch, you know? Het maakt dat je huid gaat jeuken. So he said, Dad, my back itches. Can you scratch it? En hij zegt, pa, ik heb zo'n jeuk op mijn rug. Kan je even krabbelen? So he's on his belly, I'm scratching his back. Dus hij gaat op zijn buik liggen en ik ben bezig op zijn rug te krabbelen. This was every night. En dat gebeurde iedere avond. I'm on my elbow looking up. En ik lig zo op mijn elleboog naar hem te kijken terwijl ik op zijn rug krabbel. Saying, Lord, what's wrong? En ik zeg, hier, wat is er nog aan de hand? Because when you pour love on Joel. Want als je liefde op Joel giet. It's like he's a duck. It just runs off. Dan is het net als bij een eend. Het loopt er gewoon overheen als water over een eend. You give the other two a hug and they go. Mm-hmm. Je geeft die andere twee een omhelzing en zeggen, ah. And he just stands there waiting for it to be over. En hij staat er gewoon te wachten tot het weer voorbij is. Are you done, Dad? Ben je klaar, pa? It's like, what's wrong with this boy? Wat is er toch mis met die jongen? So every night I go to bed with him. Dus iedere avond kruip ik bij hem in bed. And every night he said, Dad, can you scratch my back? En iedere avond zegt hij, pa, kan je even op mijn rug krabbelen? Sure, son, so I'm scratching his back. Tuurlijk, jongen, en ik krabbel op zijn rug. And looking up and praying. En terwijl ik zo naar hem kijk, ben ik aan het bidden. How dumb am I? Hoe stom ben ik? 3 weeks done. 3 weken ben ik stom. The Lord finally, after 3 weeks, he said, would you look at your son? En na 3 weken zegt hij eindelijk tegen me, kijk eens naar je zoon. And I look down at his face. En ik kijk in zijn gezicht. And he's like a purring cat. En hij als een kat die aan het spinnen is. Big smile. Grote glimlach op zijn gezicht. I said, Lord, this confuses me. En ik zeg, hier, dit snap ik niet. He said, for him, love is scratching his back. En hij zegt, voor hem is liefde, is gewoon wanneer je zijn rug krabbelt. I said, no, you don't understand, his pajamas are polyester. Nee, ik zeg, nee, u begrijpt het niet, hij heeft een polyester pyjama. And he said, no, you don't understand. En hij zegt, jij snapt het niet. His back doesn't itch. Hij heeft helemaal geen jeuk op zijn rug. I said, but Lord, that's not love. En ik zeg, maar dat is toch geen liefde? It is to him. Maar voor hem wel. I said, but Lord. Maar ik zeg, heer. That's not love. Dat is toch geen liefde? He said, do you want him to feel loved or do you want to keep saying I love you the way you've always done it? En dan zegt hij, wat wil je? Dat hij die liefde ervaart of dat je gewoon altijd tegen hem blijft zeggen ik hou van je, ik hou van je? Well, I want him to feel loved, but it doesn't feel natural to scratch his back. I mean, that's not my way of saying I love you. Ik wil wel dat hij zich geliefd voelt, maar zo rugkrabbelen, dat is, ja, ik vind dat raar. Dat is niet mijn manier om te zeggen ik hou van je. He said, then you say I love you your way. You can give him a hug and a kiss, but then scratch his back. En de heer zegt, nou, dan doe je toch gewoon eerst zoals jij wil. Je zegt het tegen hem, je geeft hem een hug, je geeft hem een zoen. En daarna ga je zijn rug krabbelen. Okay, I can do that. Ja, dat kan ik doen. So the next night we're at supper. Dus de volgende avond na het eten. And it's after supper. We zitten aan tafel bij het eten. It was bedtime. Het was tijd om naar bed te gaan. And while we're eating. En terwijl we aan het eten zijn. The Lord said, now tonight. Dan zegt de heer, nou, vanavond. Do it different. Doe het anders. Don't wait for him to ask you, Dad, will you scratch my back? Wacht niet tot hij zegt, pa, wil je mijn rug krabbelen? Ask him if you can. Vraag hem of jij zijn rug mag krabbelen. This is dumb dad shock number 27. Dit is de schok nummer 27 van de stomme vader. So anyway, he was walking about 10 feet from the table towards the bedroom. Dus hij loopt een paar meter van de tafel af in de richting van zijn slaapkamer. And I said, Joel, can I scratch your back tonight? En ik zeg, Joel, mag ik vanavond je rug krabbelen? Pa! Really? Echt? Really? Echt waar? I'm about having a heart attack. En ik sta er, ik heb bijna een hartaanval. And he turned around. En hij draait zich om. And he ran to the bedroom. En hij rent zijn slaapkamer binnen. And he did this huge dive on the bed. En hij neemt een enorme duik zo op zijn bed. And while he's in the air, he peeled down his suit and stripped it off. En terwijl hij nog in de lucht ging, trok hij zijn pyjama al uit of zijn pak en zijn kleren al uit. I'm thinking, this is my son. En ik denk, dit is mijn zoon. He's 7 years old. Hij is 7 jaar. 7 years dumb. 7 jaar stom. Me. Ik. I never learned to speak his language. Ik heb nooit geleerd om zijn taal te spreken. And he went through. He was the only one that went through a tough phase. Hij is de enige die door zo'n hele moeilijke fase heen gegaan is. Black leather jacket. Zwarte leren jasje. Cigarette behind his ear. Een sigaret achter zijn oor. Zo'n fase waar ze stoer zijn. Tattoo. Tattoos. And he had the walk, you know. En hij liep. The don't mess with me walk. Probeer alsjeblieft niet met mij te rotzooien als ik aan het lopen ben. Ja, zo van mij doet niemand wat. 16, 17 years old. 16, 17 jaar oud. And he hung out with the other guys that walked the same. En hij ging met jongens om die op dezelfde manier wandelden. Like they just come from the gym, you know. Net als ze net uit de sportschool komen. So I'd see him with his buddies. En ik zag hem daar met zijn vrienden.
And they're all trying to be cooler than the next guy, you know? En ze proberen allemaal cool te zijn, stoer. So I walk up. Dus ik loop naar ze toe. Hey, pop. Hey, pa. You know, he's being cool. Hij was stoer. So I just stand next to him. En ik ging naast hem staan. Start scratching his back. Begon op zijn rug te krabbelen. He'd climb in my lap. Hij sprong ze wat op mijn schoot. He's forgotten his friends. Hij was zijn vrienden vergeten. Off goes the jacket. Het jasje gaat uit. Up comes the shirt. En het zijn hemd gaat omhoog. Oh, a little more down there, Dad. Nog een beetje naar beneden, pa. So much for cool. Het stoer is afgelopen. He loves love. Hij houdt van liefde. So I said to myself, you know, he dated a lot of girls I didn't like. En ik zei tegen hem, hij ging met heel veel meisjes om die ik niet zo mocht. But when he brings one home that I like. Maar als hij met eentje thuis komt die ik echt mag. Then he says, scratch his back. Dan zeg ik tegen dat meisje, je moet op zijn rug krabbelen. I'm serious. Ik meen het. All right, it's a little manipulative, I know. Yeah, I know, it's a little manipulative. Misschien is het een beetje manipulatie. So a woman came to me one time. Dus een vrouw die komt een bepaald moment naar me toe. After I taught him this. Toen ik nadat ik hem dat geleerd had. And I she said, how do I find out my husband's language? En ze zei, hoe ontdek ik nou wat de taal van mijn echtgenoot is? I said, well, when was the last time he looked really happy? En toen zei ze, wat was de laatste keer dat hij echt heel gelukkig keek? Ooh. Ooh. More of that. Nog meer daarvan? Well, if that's his language. Nou ja, als dat zijn taal is. Yeah, it is. Ja, dat is het. Never mind what somebody says will make them happy. Het gaat er niet om wat iemand zegt waarvan ze gelukkig zullen worden. Honey, I want a bigger car. Liefje, ik wil een grotere auto kopen. Why do we have to keep on living in this old neighborhood? Waarvoor moeten we in deze oude rotbuurt wonen? We need a bigger house. We hebben een groter huis nodig. Trust me, the woman's not going to be happier with a bigger house. Echt waar, die vrouw zal niet gelukkiger zijn in een groter huis. If she says, if you really love me, you buy me a bigger house. Misschien zegt ze, als je echt van me houdt, dan koop je een groter huis. The bigger house is not going to fill a hole. Maar dat grote huis gaat dat gat in haar niet vullen. It isn't really going to speak love to her. Maar het zal niet echt de taal van de liefde voor haar zijn. Because houses don't fill the human heart. Want huizen kunnen het hart van de mens niet vullen. You understand? Begrijpt u dat? I'll tell you one more story and we'll close. Ik zal u nog één verhaaltje vertellen en dan stoppen we ermee. Charlie and Judy. Charlie en Judy. Yeah, they were about to get divorced. Ze stonden op het punt om te scheiden. Totally frustrated with each other. Totaal gefrustreerd met elkaar. They asked me to come over. En ze vroegen of ik langs wilde komen. I said, what's the problem? En ik zei, wat is het probleem? He doesn't love me. Hij houdt niet van me. I do love you. Tuurlijk hou ik wel. You don't love me. Jij houdt niet van me. I said, whoa. En zei, oh, wacht even. I said, Charlie. Ik zei, Charlie. I said, men are dumb. Mannen zijn dom. I'm a man, I'm dumb. Ik ben een man, ik ben dom. I said, from the time you wake up. Ik zei, van het moment dat je wakker wordt. Tell me how you're saying I love you to vertel me vanaf het moment dat je 's morgens wakker wordt, hoe je tegen je vrouw zegt dat je van haar houdt. He said, well. Hij zegt, nou. The first thing is, I set the alarm a little early. Het eerste is, ik zet de klok, de wekker een beetje vroeg. And I get up and make her coffee. En dan ga ik het bed uit en dan zet ik koffie voor haar. You don't make me coffee. Je maakt geen koffie voor mij. You make coffee for yourself. Je maakt koffie voor jezelf. They've been married 30 years. 30 jaar getrouwd. He says, honey, I don't even like coffee. En hij zegt, liefje, ik hou helemaal niet van koffie. You don't? Je houdt niet van koffie? No. Nee. Now he's been saying I love you for 30 years. Hij heeft 30 jaar lang ik hou van je tegen haar gezegd. Did she hear it? Heeft ze het gehoord? No. Nee. His love goes into the sand. Dus liefde die in het zand is weggestroomd. He said, now before I go to work, I go out in the yard with a plastic bag and I pick up all the dog shit. Hij zegt, en voordat ik wegga, dan ga ik bij ons de tuin in en dan met een plastic zakje dan pak ik al die hondendrollen, die ruim ik op. He said, we don't have a dog, but all the neighbors' dogs come to our yard. Wij hebben zelf geen hond, maar alle honden uit de buurt die komen bij ons. She said, but my wife, I do it to say I love you to her because I don't want her having all this to step around. En ik doe dat voor haar om tegen haar te zeggen dat ik van haar houd, want ik wil niet dat zij door die poep loopt te trappen. And
And she said, "You do not do that for me." En ze zegt, dat doe jij helemaal niet voor mij. She said, "You're just proud about your lawn and want the neighbors to see." Je bent gewoon zo trots op dat grasveldje van je. Je wil dat iedereen jouw mooie grasveldje ziet. He said, "Honey, I'm gone all day long. I don't care what the lawn looks like." Hij zegt, liefje, ik ben de hele dag weg. Kan mij daar schelen wat ze van mijn grasveld vinden? You do that for me. Doe je dat echt voor mij? Yes. Ja. And they both cried and fell in each other's arms. En ze gingen allebei, begonnen ze te huilen en ze omhelzen. The guy hadn't even gotten to work yet in his scenario. Waar we over praten, hij was nog geen eens klaar naar zijn werk te gaan. He turned the corner with the dog shit. En hij... Dog poop? Ja, ja. Then I got... Okay. He turned the corner? Yeah, with his wife. Oh. She felt loved over the dog poop. Dus deze relatie die veranderde totaal door de hondenpoep. Dat is wat hij zei. We're all saying I love you. We zeggen allemaal ik hou van je. Everyone around you, believe it or not. Iedereen om je heen zegt ik hou van je. Of je dat gelooft of niet. I know it doesn't look like it. Ik weet dat het er niet op, dat je het niet ziet. But everyone around you is saying I love you. Maar iedereen om je heen zegt ik hou van je. But we miss it. Maar we missen het. We're speaking different languages. We horen het niet, want we spreken een andere taal. It's like the Tower of Babel in here. Het is als die toren van Babel. Huh? Huh? Yeah. Ja. So let's not have our love lost. Dus laten we onze liefde niet verspillen. Amen. Amen. And if you're so stupid, you can't figure out your wife's language. En als je zo stom bent dat je de taal van de liefde voor je vrouw niet kan vinden, niet kan snappen. Ask her, she'll tell you. Vraag het aan haar, dan vertelt ze het je wel. Or he'll tell you. Of de Heer zal het je vertellen. No, really. Of uw man zou het je vertellen. It's one of the greatest tragedies in the world. Het is een van de grote tragedies in de wereld dat die liefde verspild wordt. And I'm only halfway through, but I know we have to go. En ik ben maar halverwege door mijn verhaal, maar ik weet dat we nu naar huis moeten. Now tonight's going to be very different. Vanavond wordt heel anders. I'll finish what I wanted to say. Ik zal afmaken wat ik nog wilde zeggen. And say some more. En wat nog wat meer zeggen. And then we're going to anoint warriors. En dan gaan we strijders zalven. And that's a very exciting thing to do. En dat is iets waar ik heel enthousiast over ben. It'll be a lot of fun. Het zal heel erg leuk zijn. More fun than a party. Veel leuker dan een feestje. I like that. So let's learn how to not have any of our love lost. Laten we gaan leren om onze liefde niet verspild te laten worden. Okay. And we'll finish the other half of that tonight. En zullen we de andere helft van vanavond afsluiten. Let's pray. Laten we bidden. Father. Vader. Your second greatest command is that we love each other with our whole heart. Uw op één na belangrijkste gebod is dat we elkaar zouden lief hebben met heel ons hart. And Lord, we've done a really poor job of it. En Heer, dat hebben we heel erg slecht gedaan. It's not that we don't love. Het is niet dat we niet lief hebben. We just keep trying to say I love you our way. Maar we blijven steeds zeggen ik hou van je op onze eigen manier. And the people hear it another way. En de mensen horen het op een andere manier. So Lord, teach us to learn other languages. Dus Heer, leer ons andere talen. Make us flexible and pliable. Maak ons flexibel en buigbaar. And make our hearts rich that our love is received. En maak onze harten rijk zodat onze liefde ontvangen kan worden. And make their hearts rich that they're loved. En maak hun harten rijk doordat ze geliefd worden. Lord, teach us until there's no more lost love around. Heer, totdat er geen liefde meer verspild wordt. And that all love that's sent is received. En dat het alle liefde die uitgestuurd wordt, dat die ook ontvangen wordt. And that over time we'd all turn all of our switches back on. En dat als de tijd zo doorgaat, we allemaal die schakelaartjes weer terug aan kunnen zetten. And learn to be fully alive before. En leren om volledig levend te zijn. That's my prayer, Lord. Dat is mijn gebed, Heer. Thank you, Father. Dank u, Vader. Amen. Amen.